In de beurs van Berlage in Amsterdam maakte de Vriendenloterij op het jaarlijkse Goed Geld Gala bekend hoeveel geld er dit jaar kan worden uitgekeerd aan ruim 48 goede doelen en maatschappelijke initiatieven en meer dan 3300 sportclubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn in Nederland. Welkom allemaal, vrienden, lotgenoten, bij het gala in deze prachtige beurs van Berlage. Vrienden, je wordt geen vriend om geluk te vinden, maar om geluk te delen. Ook dit jaar kon er dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij weer een mooi bedrag worden verdeeld. Dat betekent dat we in totaal bijna 57 miljoen kunnen verdelen. Veel organisaties ontvingen hun jaarlijkse bijdrage om hun sportieve, sociale of maatschappelijke projecten te financieren. Een van de gasten op het Goed Geld Gala was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers. Er zijn heel veel redenen om trots te zijn op Nederland. En een van de redenen is dat Nederlanders zich met hart en ziel inzetten voor onze samenleving. Dat kan de overheid niet alleen. Er is echt iedereen in Nederland voor nodig. En daarom, beste mensen, ben ik ook zo blij met de 3,5 miljoen Nederlanders die via de Goede Doelen Loterijen samen zorgen dat er elke dag ruim 1 miljoen euro naar 224 doelen en 3300 clubs en verenigingen gaat. Al die Nederlanders die hieraan bijdragen, maken daarmee het hart van onze samenleving sterker. Hoogtepunt voor veel organisaties was, zoals ieder jaar, de bekendmaking van de extra projecten en eenmalige schenkingen die gehonoreerd werden door de Vriendenloterij. Een bijdrage van 500.000 euro. Ja, dat is echt heel erg geweldig. Het Vriendenloterij Goed Geld Gala 2017. Ruim 56 miljoen euro voor gezondheid en welzijn in Nederland. Bij elkaar gespeeld door haar deelnemers. Dankzij al die deelnemers kunnen de goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug geven.